Kijken we in de hoofdklasse, daar speelt Nootdorp weer eens een keer een thuiswedstrijd. En ze ontvangen de ploeg van Dick Boerenboom, Jong FC Den Bosch. Ja, als Nootdorp nog iets van het seizoen wil maken, dan is het natuurlijk heel belangrijk om zo snel mogelijk wat punten te pakken. Niet alleen om misschien wat bij te komen, maar vooral ook voor het zelfvertrouwen is dat natuurlijk belangrijk. Ja, dat klopt. We eigenlijk noemen we dit wekelijks. Hè. Het wordt steeds spannender. Ja. Het wordt steeds nijpender, de situatie. Behalve dat Nootdorp trouwens onderaan staat, is het ook gewoon zo dat ze gewoon grote problemen hebben met scoren. En aan de andere kant vallen ze wel heel makkelijk in het mandje bij hunzelf. Ja, als je dat bij elkaar optelt, dan heb je als trainer een hele grote uitdaging. Ja. En als je dan een Jong Den Bosch treft, wat toch, het hoofdelftal draait goed. De Jong elftal draait goed, die hebben ook de weg naar boven gevonden, sluit aan in de subtop. Ja, ik wil het heel graag voor Boerenboom en consorten, maar ik vrees toch het ergste aanstaande zaterdag. Richard Elzinga gaat met FC Schavenzande op bezoek bij Achilles Veen. Ja, eigenlijk geldt voor die ploeg. Als we kijken naar Volendam, dat heeft denk ik een heel eenvoudig wedstrijd tegen DFS. Met andere woorden, ja, wil je bijblijven, dan moet je daar gewoon met 3 punten weggaan. En dat is niet zo makkelijk, denk ik. Nee, zeker niet. Want die tegenstander waar je het net over hebt, DFS, die dan komende zondag, of zaterdag beter gezegd, tegen Volendam speelt. Die werd natuurlijk afgelopen weekend met 6-0 opgerold door de Brede Durpers. En Frank Broos, 3 keer gescoord. Die heeft er inmiddels al 11 in liggen. Die heeft ook aardig de vorm te pakken. Achilles Veen, 7 punten uit de laatste 5 wedstrijden. De Westlanders 12 punten uit de laatste 5 wedstrijden. Alleen die uitgeleider, zoals gezegd, tegen Vlaardingen, Zwaan in Vlaardingen. En die ploeg doet het uitstekend. Dus ik denk dat ze minimaal toch aan het eind van de rit voor een periode kunnen gaan. En wellicht die stap kunnen gaan maken naar de derde divisie op de zaterdag. Maar dat is toch erg ver weg. Dat is ver weg. Het zou wel heel mooi zijn natuurlijk. Precies. Hè? Maar komende zaterdag zie ik gewoon winst. Want destijds, in de tijd van de sport, hebben ze ook altijd op het hoogste niveau gespeeld. Klopt. Alleen toen was nog niet de divisie. Nee, toen was de hoofdklasse het hoogste, precies, ja, inderdaad. Ja,